Maar zo Longwijk, tevreden met het punt? Ja, ik denk dat het punt bij Utrecht toch wel goed is. Ja. Er had wel meer in gezeten vandaag. Ja, vond ik ook. Aardig veel kansen gehad nog. En maar ja, ging er vandaag net niet in. Je had uiteindelijk ook wel weer blij mogen zijn met het punt. In de laatste 15 minuten werd het toch wel gevaarlijk. Maar ja, puntje tegen Utrecht. Ja, elk puntje is er eentje op dit moment. Ja, zeker. Zeker. We moeten voor elk punt strijden. En we proberen gewoon zoveel mogelijk punten in te halen. Je hebt nou een basisplaats veroverd. Ja. Ja. Eerst als rechtsback en nu in het centrum. Waar speel je liever? Ik ben toch wel een centrale verdediger. Maar ja, uiteindelijk kan ik ook rechtsback spelen als het nodig is. Dus ja, maakt me niet heel veel uit, maar het liefst toch centraal. Speel je liever met 4 of 5 verdedigers? Want de laatste 2 wedstrijden met 5 verdedigers. In Engeland heb ik altijd met 5 verdedigers gespeeld. Dus dat heb ik daar toen gespeeld. Maar in de jeugd van Nederland heb ik altijd met 4 gespeeld. Dus eigenlijk voor mij maakt het niet echt uit. Ik kan allebei wel. Hoe voel je je nou bij Fortuna? Ja, goed. Goed. Natuurlijk resultaten waren wat minder, maar ik denk dat we nu gewoon in een goede flow zitten. En dat we die gewoon door moeten trekken. En ik hoop gewoon zoveel mogelijk minuten te maken. Nu de laatste wedstrijd voor de winterstop, als ik het zo mag zeggen. Nog even naar Ajax. Is dat ook nog wat te halen? Dat is toch een mooie wedstrijd. Eerste keer in de arena voor mij. En ja, we gaan gewoon daar naartoe om toch iets te halen. Ja.